Kijk eventjes rechtsboven, ik heb hier een vaas getekend. Daar zitten 10 rode en 5 witte knikkers in. En de vraag is, ga ik een knikker nu wel of niet terugleggen? Nou, wat ik nu ga doen is de kans uitrekenen dat ik 3 keer een rode knikker pak. En ik ga dat als eerste doen als ik die knikkers steeds terugleg. Nou, dat is deze kans. 2 keer een rode knikker en 1 keer een niet-rode knikker. En ik moet die volgordes weer regelen, want er staat niet gegeven dat de volgorde van belang is. Dus ik begin met een combinatie en ik ga de knikkers terugleggen. Dat wil zeggen dat de kansen onveranderd blijven. Nou, wat is de kans dat ik een rode knikker pak? 10/15, want ik heb 10 van de 15 knikkers die rood zijn. En dat moet ik dan in het kwadraat doen. En ik moet 5/15. De kans dat ik dus een niet-rode knikker heb, die moet ik nog tot de macht 1 doen. En als ik dat uitreken, kom je uit op 0,444. Nou, wat als ik de knikkers niet terugleg? Dus wat als het is zonder terugleggen? Nou, dan hebben we gezien. Dan kan ik dat met de kansdefinitie van Laplace doen. En met behulp van dat vaasmodel. Dan kan ik zeggen de kans op rood, rood, rood. Waarvan eentje niet rood is. Nou, waar is dat gelijk aan? Nou, er zitten 15 knikkers in totaal in. Dus je krijgt hier 15 boven 3. Daar ga ik er 3 van pakken. En van de 10 knikkers, van de rode wil ik er 2 hebben. En van de 5 witte, de niet-rode, wil ik er 1 hebben. Nou, als ik dit uitreken, kom je uit op 0,495. Maar je kunt het ook op een andere manier doen. Je kunt het ook met de productregel doen. Net als dat we hier ook de productregel hebben gebruikt. Je kunt namelijk dit zeggen, de kans op rood, rood, niet-rood. Nou, waar is dat gelijk aan? Ik moet ook weer die onderlinge volgorde regelen, dus hier had ik ook strepen onder moeten zetten. Dus je krijgt weer 3 boven 2. En nou, wat is de kans dat ik de eerste keer een rode knikker pak? Nou, dat is 10/15. Wat is de kans dat ik de tweede keer een rode knikker pak? Nou, dus zonder terugleggen, er zitten nu nog maar 9 rode knikkers in de vaas, want ik heb al 1 rode eruit gepakt en in totaal nog maar 14 knikkers in. En dan moet ik een niet-rode knikker hebben. Nou, dan zitten er nog 13 knikkers in de vaas. En er zijn 5 knikkers, namelijk de witte, niet rood. En als je dit uitrekent, kom je ook uit op 0,495. Nou, let op, ondanks dat dit werkt, kan deze methode met de productregel natuurlijk wel heel veel werk gaan worden. Stel jezelf voor dat er, ik zeg maar iets, 2000 knikkers in een vaas zitten en je wil de kans uitrekenen. Wat is nou de kans dat ik 150 rode knikkers pak? Nou, dan krijg je een product van 150 factoren, 150 verschillende breuken. Terwijl met het vaasmodel blijft dat net zo compact als dit. Dus kijk voor jezelf eventjes wat je handig vindt. Op het moment dat je een kleine steekproef hebt, dus als je niet veel knikkers uit een vaas pakt, dan blijft dit rekenwerk met de productregel beperkt. Maar gebruik in andere gevallen, als dat rekenwerk te veel wordt, gewoon het vaasmodel. De afspraak die we nu maken, staat er bij een opgave geen toevoeging bij. Nou, dan bedoelen we automatisch zonder terugleggen. Of je moet al uit de context kunnen opmaken van, ja, dit moet dan met terugleggen zijn. Nou, dus laten we er eens mee gaan oefenen. Toon die gooit 8 keer met een dobbelsteen. Bereken de kans dat hij minstens 2 keer 4 ogen gooit. Nou, als je met een dobbelsteen gaat gooien, ja, dan kun je waarschijnlijk bedenken, als jij een 1 gooit, dat je niet dat vakje van die dobbelsteen afpakt en dat dat vakje er niet meer is. En dat betekent dat je zelf moet kunnen inzien dat dit eigenlijk een situatie is met terugleggen. Dat heeft dus met die dobbelsteen te maken. Met terugleggen. Nou, en hoe ga ik hem dan vervolgens oplossen? Nou, ik wil de kans uitrekenen op 4 ogen. Want dat is 1/6. Wat is de kans dat ik gewoon met een dobbelsteen 4 ogen gooi? Nou, dat is een kans van 1/6. En wat is nu de kans? Dus hier zou ik nog even geen S steken. Wat is nou de vraag die ik moet beantwoorden? Dat is de kans op minstens 2 keer 4 ogen. Dus minstens 2 keer 4 ogen. Dan moet je jezelf weer bedenken, je ziet het woordje minstens staan. Dan denk ik altijd eraan, hè, van is de complementregel wel of niet handig? Nou, wat ga je doen? Je gaat 8 keer met een dobbelsteen gooien.
Minstens 2 keer 4 ogen, dat wil zeggen 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8 keer 4 ogen. Nou, dat zijn heel veel kansen, dus ik zou hier de complementregel gebruiken. Dus dat is 1 minder kans dat je 0 keer 4 ogen gooit. En ik schrijf er nu direct een minnetje op. Je mag ook dit tussen haakjes zetten met een plus hier, maar dan moet, als je de haakjes uitwerkt, dan wordt dit toch weer een min. Dus ik schrijf hem altijd meteen zo op. Dan krijg je hier 1 keer 4. En dat zijn maar 2 kansen die ik hoef uit te rekenen. Nou, wat is de kans dat je 0 keer 4 gooit? Nou, dan moet je dat eigenlijk als volgt voorstellen. Dat is eigenlijk deze kans. Even kijken. Ik zal het hier wel even opschrijven. Dat is min 0 keer 4. Nou, dat wil zeggen 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. En dat moet 0 keer voorkomen, dus ik moet alleen maar de niet 4 hebben. Min de kans op 1 keer 4. Nou, dan moet ik ook weer 8 keer een 4 opschrijven. En in dat geval moet er wel 1 4 voorkomen. Dus dat laat ik zo staan. Nou, bij die eerste hoef ik, want het is allemaal hetzelfde, hoef ik er geen dubbele streep onder te zetten. Bij die tweede wel. Ik schrijf weer even het groen op. Dit is de combinatie die niet verplicht is, maar ik zelf altijd opschrijf. Dus dat is 8 boven 0. Nou, de kans dat je een niet 4 hebt, nou, dat is 5 zesde. De kans dat ik een 4 zou hebben, nou, dat mag niet. Dus dat moet ik tot de macht 0 doen. Dus dat is niet verplicht. Nou, de kans dat ik een niet 4 heb, dat is dan natuurlijk gelijk aan, even kijken, aan 5 zesde. En ik zal dit eventjes verbeteren, want die kans is natuurlijk niet 1 vierde. Excuses, die kans is 1 zesde. Ja, ik had het hier ook net opgeschreven, ik was even in de war met de 4. Dus je krijgt 1 zesde tot de macht 0. En de kans dat ik een niet 4 heb, dit moet je dus wel sowieso opschrijven. Dat is 5 zesde tot de macht 6. En nogmaals excuses, ik ben niet helemaal wakker volgens mij. 5 zesde tot de macht 8. Nou, dan haal ik die andere kans er ook nog vanaf. Nou, hier moet ik de combinatie wel opschrijven. Nou, je krijgt hier 8 boven 1. En hier is de kans op een 4, 1 zesde, dat wil ik 1 keer hebben. En de kans op een niet 4, dat blijft 5 zesde. En dat wil ik dan hier natuurlijk 7 keer hebben. Nou, als ik dit uitreken, kom je uit op 0,395. Tweede voorbeeld. In een doos zitten 48 enveloppen, waarvan er 8 een prijs bevatten. Isa pakt 8 enveloppen. Bereken de kans op minstens 2 prijzen. Nou, nu is het effectief zo dat als je een envelop terugpakt, dat je die niet weer teruglegt. Er staat ook niet bij met terugleggen. Dus dit is zo'n situatie waarbij je moet bedenken, oh, dat is zonder terugleggen. En dan zou ik altijd aan het FAS-model denken. In plaats van die productregel, wat ik helemaal rechtsonder had opgeschreven. Nou, dan ga ik eerst naar de samenstelling van de vaas kijken. Als ik naar de samenstelling van de vaas kijk, dan zie je dat er 48 enveloppen zijn. Nou, dan zitten er 48 knikkers in totaal in. Dan zie je dat er achter 8 een prijs zit. Dus 8 rode knikkers. De andere enveloppen, nou, dat zijn er 40. Dat noem ik dan de witte knikkers. Nou, dan ga ik nog even kijken naar de complementregel. Ga ik hier de complementregel uitrekenen. Nou, je gaat 8 enveloppen pakken, minstens 2 prijzen. Ja, dat wil zeggen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat zijn heel veel kansen. De complementregel is hier dus een heel stuk handiger. Dat is veel minder werk. Dus ik doe 1 min. Nou, de kans op 0 prijzen. Min de kans op 1 prijs. Want het complement van minstens 2 prijzen, dan doet de 2 er wel mee. Dat is die 0 en die 1. Dus ik ga hier 2 keer het FAS-model gebruiken. Wat is nou de kans op 0 prijzen? Kansdefinitie van Laplace. Van die 48 knikkers ga ik er 8 pakken. En van de 8 prijzen wil ik er 0 hebben. En van de 40 niet-prijzen moet ik er dan automatisch 8 hebben. Min. Nou, deze is bijna hetzelfde. Alleen moet ik nu van de 8 prijzen er 1 hebben. En van de 40 prijzen houdt er dan nog maar 7 over. Nou, dit kan ik allemaal in één keer intypen op de rekenmachine. Dan rond ik de kans weer af op 3 decimalen en dan kom je uit op 0,401. Hopelijk vond je dit een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal, dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.